Ja, volgens mij is hij nu op aan het nemen. Eens even kijken, hoeveel mensen hebben we nu aanwezig? 28 personen, dat is een mooi aantal. Goedemiddag, welkom bij deze webinar vanuit Metamorphosis. Metamorphosis is een Europees project waarin we eigenlijk in een consortium nadenken over hoe we eigenlijk de stedelijke omgeving kunnen transformeren en eigenlijk gewoon ook prettiger en meer leefbaar kunnen laten zijn. Het project waar we nu vanuit Breda University of Applied Sciences 3,5 jaar mee aan de slag zijn, of 3 jaar eigenlijk. We zitten in de afrondende fase en eigenlijk hebben we heel veel initiatieven ondernomen en zijn we eigenlijk alle ervaringen van het consortium aan het delen. En ook willen we laten zien wat we bereikt hebben met het project. Wat we doen is, deze presentatie gaat over 20 redenen voor straattransformatie in buurten. En gaat nou naar verschillende schaalniveaus en verschillende activiteiten die door de steden uit het consortium zijn uitgevoerd. Olivier, jij bent aanwezig. Ik zag je vraag voorbij komen. Je bent binnen in de webinar, dus je kunt meeluisteren. Ondertussen hebben we al 35 personen binnen, dus dat is heel, heel mooi. Ik ga jullie door de presentatie heen lopen. Als er vragen zijn, zet ze op de chat. Mijn collega Hidde Wesselhele is aanwezig om ons te helpen om de chat een beetje te controleren en te monitoren. Want al jullie vragen natuurlijk op een goede manier ook beantwoord worden. Wat we doen, ik ga eerst de slides doorlopen van de presentatie en vervolgens is er ruimte voor jullie om die vragen te stellen. Zodra je ze hebt, zet ze op de chat en Hidde doet ze dan vervolgens ook toelichten. En als je dan nog, als wij invullende informatie willen, dan kunnen we even vragen of je nog wilt toelichten. Ja? Nou, daar gaan we. Wat je ziet eigenlijk is dat Metamorphose zich richt op nadenken over hoe je met je stedelijke omgeving omgaat. En dit is een quote die hier terug te lezen is. Hè, is eigenlijk dat je dat die auto zo'n intense plek inneemt in het stedelijk gebied. Hè, en zoveel impact heeft op veiligheid en leefbaarheid. Dat het eigenlijk een beetje is als dat je het gevoel alsof je, zeker als je al die SUV's ziet rondrijden, hè, en de ene wagen is wat dikker dan de andere wagen, dat dat een beetje is als dat je met een kettingzaag door de zachte boter gaat. Wat is het doel van al die auto's? Hè? En zijn ze dat doel al niet al lang voorbij gegaan? Hè? Het is veel impact en ja, het is een goede manier om daar kritisch over na te denken. Dat is ook een beetje een achterliggende gedachte vanuit het Metamorphosis project. Hoe ga je om met die werkelijkheid die nu heel erg autogericht is? Jullie zijn nu bezig met die integrale opgave vanuit BUAS in samenwerking met de gemeente Breda. Dat richt zich toch wel ook op van ja, hoe ga je ideeën eigenlijk een stapje verder brengen? En zo is ook Metamorphosis ontstaan. Van hoe ga je ideeën, hè? Het idee is van die omgeving is niet kindvriendelijk, die is niet veilig, die is niet leefbaar. Hoe kun je dat eigenlijk veranderingen teweeg brengen? Zodat er in die steden toch een andere vorm van leefbaarheid optreedt. En dat daar een klein rinkeltje ontstaat die steeds groter wordt. Hè? Een soort olievlek die boodschap verspreidt. Het feit is eigenlijk dat er gewoon die auto heeft heel veel impact. Hè? Kinderen zijn niet meer zichtbaar in het straatleven. Die zijn verbonden aan afgesloten veilige speelplekjes. Hè? Je mag binnen je speelplekje, maar als je er buiten komt moet je opletten dat je niet in aanraking komt met een auto. Die auto mag 24/7 bij scholen, kinderopvang, speeltuintjes, gewoon over parkeren en rijden. En die heeft gewoon een hele dominante rol in het straatbeeld. Meer dan 90% van de openbare ruimte in de straat is ook gereserveerd voor het parkeren van auto's. Hè. Je hebt het deel waar de auto rijdt natuurlijk, de straat. Maar vervolgens de ruimte daaromheen wordt ingevuld met parkeren. En als je naar buiten kijkt, hè, ik woon toevallig hier in een straat waar gewoon inderdaad echt heel veel ruimte opgeslokt wordt voor parkeren. En dan denk je eigenlijk van ja, waar zijn we dan mee bezig? Hè? Al die ruimte die je ook op een andere manier kunt benutten. En je ziet ook dat alle verkeersregels eigenlijk er zijn om die autodoorstroom te stimuleren. En dan kom je eigenlijk op neer dat auto's gewoon een gevaar zijn. Hè? Niet alleen voor kinderen, maar voor gewoon, eigenlijk voor iedere burger. Maar dat we dat gewoon accepteren. En dat ze ook gewoon steeds die prominente plek hebben.
Vroeger ging je op je fietsje naar buiten. Hè? Vroeger, in mijn tijd hadden we van dit soort mooie crossfietsjes. Hè? Nou, maar voor jullie is dat denk ik ook niet anders geweest. Maar je ziet eigenlijk dat die tendens om kinderen vrij te laten en te laten fietsen, dat steeds beperkter wordt. Omdat de wereld er iets anders uit is gaan zien. Maar omdat er veel meer gebruik wordt gemaakt van die auto's. En dat die toch een prominente rol hebben ingenomen. Dus die vrijheid van dat fietsen en daarmee de wereld ontdekken, die is toch een beetje naar de achtergrond gegaan. En als je daar naar wat cijfers kijkt, hè, en dat zijn dan onderzoeken, wat kinderen het liefst willen en hoe willen zij spelen, ja, dat is dan toch gewoon buiten spelen met een fietsje, hè, met een scootertje, een stepje, waar ze buiten mee willen spelen. En dat is dan, dat willen ze in hun woongebied, hè, in een directe omgeving, maar ook in hun op speelplekken. En natuurlijk de schommel en dergelijke zijn ook leuk. Maar ze willen graag met een fietsje en een stepje rondkossen. Maar die ruimte is er heel weinig. Zeker in een gebouwde omgeving, een woongebied. Hè. Je botst eigenlijk meteen tegen de auto aan. Dus er is heel weinig ruimte. Als je dan nagedenkt van ja, waarom is die ruimte er niet? Dat is omdat die auto die ruimte geclaimd heeft vanuit het historisch besef eigenlijk. Die auto moet een plek hebben. Liefst voor de deur natuurlijk, want daar kun je dan naar kijken. Die heilige koe, hè? Een prachtige auto. En dat is wel lastig, hè? En als je kijkt naar onderzoeken zijn uitgevoerd, is ook dat vriendschappen die voor kinderen ontstaan, hè? En ook sociale contacten erbij, die gaan in een locatie waar veel minder auto's zijn, is er veel meer ruimte om elkaar te leren kennen. Hè? Dat geldt voor vriendschappen tussen kinderen, maar ook de community building tussen ouders mensen eromheen. Omdat je, als je met je kinderen buiten bent, daar ontmoet je de mensen. Hè? Dus in de speelplaatsen en dat soort zaken. En die ruimte is bij een straat waar veel verkeer is bijvoorbeeld. Ja, daar is die kans dat je elkaar ontmoet veel minder, omdat je daar niet verblijft. Dat is een passeerfunctie. Dan loop je erheen en dan ga je weer weg. Dus het is heel interessant om te zien wat zo'n impact heeft van zo'n ruimte op eigenlijk het samenlevingsverhaal, hè? De community building. Dus die plek die auto heeft, die heeft zoveel effect, niet alleen op die buitenruimte, maar ook op de manier hoe een samenleving eigenlijk met elkaar omgaat. Nou, van metamorfoses hebben we een consortium met 7 steden in heel Europa. Die komen daar nog even langs, die steden. En die steden zijn eigenlijk nagedacht van, oké, hoe kunnen wij zorgen dat we op een goede manier plek creëren voor die kinderen. He, dus eigenlijk die straat claimen. Die openbare ruimte. Dat we daar een plek creëren voor kinderen om veilig naar school te gaan. En we gaan kijken hoe we dat dan kunnen oplossen. Nou, hier is een voorbeeld in Merano. Merano is een stad in Noord-Italië. En daar hebben ze nagedacht over hoe kunnen wij zorgen dat we in de spits, he, als die kinderen naar school moeten, dat ze ruimte hebben. Dat ze ruimte hebben om te lopen, om te spelen, om te rennen. Om te fietsen, zonder dat ze bang moeten zijn dat ze een auto beschadigen, zonder dat ze bang moeten zijn om overreden te worden. Maar dat ze gewoon spelenderwijs op een goede manier actief naar school kunnen gaan. Dus niet door papa en mama afgezet worden met de auto voor de deur, want dat is sowieso eigenlijk een onmenselijke situatie. Maar dat ze op eigen initiatief de ruimte hebben om die school te bereiken. En daarmee stimuleer je kinderen om zelfbewust een actieve mobiliteit eigenlijk te benutten. En je kunt het ook spelenderwijs doen. En wat ze hier in Merano hebben gedaan, is eigenlijk een schoolstraatmodel ingericht. De belangrijkste straten rondom de school, die worden op gezette momenten eigenlijk gewoon afgesloten. Hier wordt gezegd van in de spits, hè, dus als kinderen naar school gaan, zeg tussen 8 en half 9, wordt die straat gewoon afgesloten. Hè, er wordt een bocht neergezet, in de verte zie je nog wat verkeersregelaars staan. En die auto, die straat, is gewoon geschikt voor de mensen die naar school moeten. Dus daar komen geen auto's en de kinderen hebben daar voorrang. Nou, dat wordt dan gecombineerd met borden, hè, van voor zich kinderen, dat die weg anders gebruikt wordt, maar ook door dit soort borden gewoon op straat te plaatsen en mensen bewust laten zijn van ja, hier heeft iemand anders prioriteit op dit moment. Dus dat is een voorbeeldje van hoe je een kleine toepassing kunt doen om te kijken van wat gebeurt daar, hè? Hoe reageren mensen erop. En dat zijn kleine, eigenlijk puntsgewijze acties, dat noemen we die ook traffic acupuncture. Je kunt het ook urban acupuncture noemen, maar je gaat nadenken over van hoe kunnen we
een heel klein steekje eigenlijk die plek even een andere functie geven. En dan kijken hoe dat werkt in de hele awareness, hè, de hele betrokkenheid en herkenbaarheid van mensen. Dat is een ander voorbeeldje, spelenderwijs buiten leren. Hè. Kinderen willen buiten zijn, willen spelen. Richt de plekken zo in dat ze ook iets kunnen doen wat ook goed toegevoegde waarde heeft. Hè. Hier kun je heel makkelijk rekensommetjes doen, buiten spelen. Kinderen vinden het fantastisch en ze leren er ook nog iets van. En dit soort plekken die kun je overal inrichten. Dus niet alleen op een speelplek, dit kan ook op een parkeerplaats bij wijze van spreken. Wat belangrijk is, is dat buiten spelen, maar ook bewegen, heeft gewoon heel veel impact op je hersenactiviteit. En stimuleert je hersenactiviteit op een goede manier. Als jij 20 minuten stil zit, ja, dan begrijp ik dat er weinig activiteit plaatsvindt. Maar je hersenen worden gestimuleerd, bijvoorbeeld al na 20 minuten lopen al. En dat betekent dat je hersenen geprikkeld worden, je wordt geprikkeld en dat heeft een goede impact over hoe je functioneert als mens. Dus beweging is heel belangrijk. En daar moet je eigenlijk als kind, van kind af aan naartoe werken. Dat eigenlijk een standaard onderdeel wordt van je zijn. Hè? Dat je graag wil bewegen en dat je dat ook gewoon bent. Een ander onderdeel is dat je die krachten van die kinderen kunt gebruiken. En zij zijn nog ongedwongen. Niet zoals jullie als studenten, jullie hebben al een bepaalde focus. Die kinderen zijn ook ongedwongen. Hè? Als je vraagt wat wil je in de staat, en dan krijg je een opmerking van een Batman-achtbaan. Ja, verzin maar iets. Hè? Maar je kunt wel nagaan denken, oké, wat is het verhaal achter die opmerking? Wat zien kinderen graag? Nou, ze willen spelen, ze willen elementen waar ze kunnen klimmen, op kunnen klauteren. Ja, hoe kun je dat dan integreren in een soort veilige straatomgeving? Hè? En omdat kinderen nog niet in kaders denken, kunnen zij ook met hele interessante oplossingen komen. En die kun je dan gebruiken van hoe gaan we die openbare ruimte inrichten. En dat betekent eigenlijk dat die straat eigenlijk het verlengde van het schoolplein wordt. En het verlengde van de speelruimte, hè, de speelplaatsen, de speeltuintjes die er zijn. En dat de straat dat ook gewoon aan kan. Hè. Dat kan gewoon. En het leuke is als je dat als een soort living lab gebruikt om te ontdekken van oké, wat kunnen we dan? Het is leuk als je al die auto's weghaalt, je al peren weg, je gaat naar een deelsysteem, en ons gaat ruimte voor andere functies. Hoe ga je die functies dan invullen? En door kinderen daarbij te betrekken, ontstaat er een soort beleving, hè, een soort activiteit, reuring, waardoor ouders ook inzien van hey, het is eigenlijk veel leuker om hier die kinderen te laten spelen dan om hier weer auto's neer te zetten. Dus de ruimte die je creëert, ja, die moet wel een functie krijgen. En dat kan natuurlijk recreatief zijn, kan een mooi bankje, kan een mooi groenplantsoen zijn. Maar het kan ook gewoon een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten. Ja, waar kinderen spelen, maar waar ook waar ouders samenkomen. En waardoor je dus een soort community building krijgt. En het Living Lab is eigenlijk ook bedoeld om te experimenteren met zo'n plek. En denk dan na over hoe je hier lering uit kan trekken. Want je kunt het één keer doen, hè, als een soort experiment. Hoe ga je het dan ook structureel vertalen? Nou, als je dan nadenkt, die ruimte voor kinderen, dit is een mooi vergelijk. 16 parkeerplaatsen bieden ruimte voor 420 kinderen om te spelen. Wat is belangrijk, hè? Dat die auto een mooie plek krijgt, of dat die kinderen vrij kunnen zijn en gewoon kunnen genieten en kunnen spelen. Dat is een onderdeel van een tijdelijke schoolstraat afsluiting in Graz. Dat is ook een van de steden die meewerkt. Maar ze dus heel bewust hebben gekeken van oké, we gaan die kinderen hier gewoon aan de slag laten gaan. En spelen. Die auto die moet maar eventjes aan de kant. En wat je dan ziet eigenlijk is dat die auto, die vindt wel weer een ander plekje. Maar die plek die wordt dan gewoon ingevuld met kinderen. En dat is zo'n heel ander aanblik dan dat je daar 420 spelende kinderen hebt. Of dat je een aantal auto's rond hebt rijden. Nou, wat dan eigenlijk een beetje ook de boodschap is, is dat je nadenkt over die straat in beslag nemen. Hè. Dat kan ook een autovrije dag, parkeerdagen, waar het eigenlijk speciale activiteiten georganiseerd worden. En dat kan incidenteel beginnen, maar je moet dat doorzetten. Meerdere dagen, vaste tijdstippen. Bijvoorbeeld gewoon een hele mobiliteitsweek, waar mensen echt zien van, ja, dit heeft impact. Hè? En je kunt dat ook terug laten komen. Maar je kunt ook kijken van, hoe kun je dat bijvoorbeeld in zo'n schoolstraat gewoon echt permanent oplossen.
Dus iedere dag om een bepaald tijdstip, dat die ruimte vrijkomt en dat auto's dat gewoon niet kunnen benutten. Daarnaast kun je ook nadenken over van oké, hoe vertaal je dat dan naar in het onderwijs? Hè? Dit gaat dan nog over basisonderwijs. Hoe laat je kinderen eigenlijk bewust worden van hoe ze om moeten gaan met verkeer? Met het idee erachter dat dat ook doorcijpelt naar de ouders natuurlijk. Kijk, die ouders maken de keuze om de auto te pakken om naar school te rijden. Het is heel interessant om te zien hoe zij eigenlijk gewoon geïnspireerd kunnen worden door wat er gebeurt met zo'n straatafsluiting of activiteiten. Het gaat juist om die awareness te creëren bij ouders, om van bewust te zijn van waarom jij met een auto naar je basisschool rijdt. En er zijn keuzes te maken en de ouders maken die keuze. En die activiteiten daarvan zijn ook echt gericht op die bewustwording en die awareness. Ja, dus dat zijn een aantal stappen. Je begint met een straat, hè, eigenlijk afsluit een dag, je gaat activiteiten organiseren en zo hoop je en wil je dat eigenlijk laten groeien, dat dat echt een permanent onderdeel wordt van misschien wel de straat. Misschien wil je maar helemaal afsluiten. Of misschien beperken de ruimte, hè, dat het eenrichtingsverkeer wordt, lage snelheid, maar dat je veel meer ruimte hebt voor een andere invulling. En dan wordt het interessant, want dan wordt het ook iets waar je vanuit een experiment, hè, zo'n tijdelijke afsluiting, gaat nadenken van oké, wat betekent dat dan voor een gemeente? Hè? Wat moet een gemeente daarmee doen? En dus hebben zij daar de focus op? Hè? Dan ga je eigenlijk de experimentele lijn koppelen aan de beleidslijn. En hoe ga je dan zorgen dat die experimenten en die betrokkenheid, dat die vertaald wordt naar een invulling voor de ambtenaren die het beleid maken? Hoe gaan zij daarmee om? Hè? Hoe gaan zij dat inpassen? Bieden zij hier ruimte voor? Of moeten zij zeggen van nee, dit willen we niet? En daar zit ook de vertaalslag van metamorfoses in. We beginnen met allemaal kleine speldenknopjes van hier een prikje, daar een prikje. En langzamerhand wordt de gemeente, de overheid, wordt er bewust van, nou, we kunnen hier werk van maken. Hier zit potentie, we worden geïnspireerd. En we gaan dit vertalen naar bijvoorbeeld als een onderdeel in een nieuw Sustainable Urban Mobility Plan. Wat gewoon een mooi woord is voor een SUMP, een mooi woord is voor een mobiliteitsplan. Maar je gaat dan nadenken van, oké, hoe kunnen we dit soort activiteiten juist stimuleren en een plek geven? Dus dan ga je niet zeggen als overheid, nee, dat willen we niet. Zeg ja, graag, en we gaan kijken hoe we hier aan mee kunnen werken. Dus je biedt hier ruimte voor. Nou, dit zijn een aantal voorbeelden. Hè. Dit is een festival in, volgens mij ook in Graz. En dat is eigenlijk gewoon op de openbare ruimte. De stad wordt afgesloten voor autoverkeer. En er zijn allemaal culturele evenementen. En de straat is gewoon beschikbaar. Hè? En hier zie je gelijk ook het contrast. Hè? Wat je normaal gesproken voor de auto reserveert. Dat is echt het asfalt. Ja, dat is echt een heel groot deel van de openbare ruimte. En je ziet dat als dat anders benut kan worden, krijgt het gewoon meteen een hele andere sfeer. En ook beleving. Nou, dit zijn tijdelijke invullingen van een parkeerplaats bijvoorbeeld. Ga met kinderen aan de slag. Gebruik gewoon... materiaal waar je tijdelijk iets leuks van kunt creëren. Hier hebben ze dan een bar gemaakt met kinderen, waar je dan de omgeving een drankje kan komen drinken. Waardoor je ook wel gelijk dat community idee hebt. En de bewustwording van ja, het is toch veel leuker om zoiets hier op zo'n plek bezig te zijn, dan dat er weer een x-aantal auto's geparkeerd zijn. De invulling, bijvoorbeeld in Graz, hoe die ingevuld is, is dat gewoon 92% van een straatbeeld is voor de auto gereserveerd. En dat gaat dan over parkeren, maar ook over de straat. En dat is eigenlijk zo enorm veel. En dat is dan eigenlijk ook de bevordering van hoe een auto gebruik kan maken van de openbare ruimte. Als je kijkt naar andere modaliteiten, dus vervoerswijzes, zie je dat voor het openbaar vervoer, dat echt heel beperkt is. Hè? Je hebt een busstop en dat is het. Hè? Verder rijdt die bus natuurlijk gewoon over die straat, maar dat Die straat is in eerste instantie wel voor die auto. Nou, voetgangersgebied ook heel beperkt. Hè? Dat is dan inclusief de bankjes en alles. De fiets krijgt nog minder plaats. En dit is dan een voorbeeld in Graz. Nu zitten wij hier in Nederland wel een beetje meer op het stimuleren van de fietsverbinding en zo. Maar toch is het wel een lastige om te kijken van ja, hoe gaat dat dan een plek krijgen? Dit is een voorbeeld van wat een van onze partners in het consortium gecreëerd heeft. Dus eigenlijk een soort, wat is het, hè? Een flexibele
mobiele invulling van een parkeerplaats. Het is eigenlijk een soort tandemfiets die je gewoon op een parkeerplaats neer kunt zetten, uit kunt klappen en je hebt een verblijfsruimte. Je kunt er zitten, je kunt er uitrusten, je kunt er met mensen ontmoeten. En dat is dan een invulling van een parkeerplek. Hier had ook een auto kunnen staan. Hè? En zo kun je dus eigenlijk die ruimte claimen. En dat is een leuke invulling van hoe je dat kunt doen. Dit is een soort mobiele, maar je hebt daar ook wat structurelere versies van. En wat een interessant experiment was van een van onze partners, is van het gedeelte op de rechterfoto mag niet. Je mag niet op een parkeerplek een ballenbak en een matje neerleggen. Want daar is die parkeerplek niet voor in. Wat je wel mag doen, wat wel voorgeschreven is, is gooi die ballenbak achter een auto. Dan mag het wel. Dus die auto heeft veel meer voorrechten dan dat je in eerste instantie bedenkt. Dus als je om een andere invulling nadenkt, dan kan dat een andere impact hebben. En dan is het vooral het experimenteren en het gewoon doen, is de discussie aangaan. Want als je dat wel doet, dan krijg je die discussie met zo'n overheid. En die gemeente kan dan geprikkeld worden van oké, hoe moeten we hier omgaan? Hè? Dat is een beetje wat jullie nu ook doen. Jullie pakken een prikkelend thema en jullie gaan dat daarmee die gemeente prikkelen. Van nee, kijk, hoe kun je daar iets mee doen? Met het idee dat daar ook iets mee gedaan wordt. Hè? En dat is een quote van Michael Colville Anderson, dus oprichter van Copenhagenized. En dat is eigenlijk over van dat er een nieuwe normaal moet komen. Het moet niet normaal zijn dat die auto die 92% heeft van de openbare ruimte, maar breng dat terug en geef die andere modaliteiten en geef de mens die gewoon buiten loopt en speelt ook veel meer ruimte en dat het nieuwe normaal is. En dat is wel iets wat zeker ook vanuit het onderwijs gestimuleerd wordt, hè, waar wij ook best wel veel op inzetten binnen Built Environment, om na te denken van hoe kun je zorgen dat dat straatbeeld anders wordt. Hè? Dus niet alleen die auto, maar op een hele veel meer leefbare manier komt. Dus waren eigenlijk een soort samenvatting van een aantal belangrijke punten van Metamorfosis, van het project waar wij aan werken. De brochure is te downloaden op de Metamorfosis site. Hè, de 20 goede redenen voor straattransformatie. Hier staat er dan een aantal van ze heel langsgekomen. Het is een 10-talen, dus kun je wel een mooie taal uitzoeken. Veel informatie ook over deze methode is terug te vinden. Ik zal even kort toelichten wat we gedaan hebben. We hebben een aantal steden in Europa. Hier zie je ze staan, hè, dus van München tot aan Tilburg. En hebben daarnaast een aantal universiteiten. Hè, University of Southampton, de Technische Universiteit Dresden in Duitsland. Breda University natuurlijk. En daarnaast een aantal adviesbureaus. En samen met dat consortium hebben we eigenlijk nu 3 jaar gewerkt om te zorgen dat we dus vanuit die ideetjes, om te beginnen met van die experimenten, dat gaan vertalen in die 3 jaar naar echt beleid. En wat je ziet is dat Tilburg bijvoorbeeld het opgenomen heeft in een nieuw mobiliteitsplan. Van hoe ga je om met deze opgaves? Nou, een heel project, in totaal 3,4 miljoen, dus ook nog best substantieel. Het valt allemaal onder het Horizon 2020-programma. Dat is een onderzoeksprogramma van de Europese Unie. En dat zorgt ervoor eigenlijk dat je in zo'n consortium nadenkt over dit soort opgaves en hoe je dat kunt vertalen. Nou, met dit webinar wil ik jullie even een soort kort inzicht geven van wat wij gedaan hebben. En een aantal kernpunten uit die boodschap. Ik hoop dat dit in ieder geval een helder punt was. Dan is er nu de ruimte voor vragen. En wat we kunnen doen is dat ik heel even het woord wil geven of aan te geven of er bij de chat vragen binnen zijn gekomen. Op dit moment zie ik nog geen vragen, Luke, maar het zou ook kunnen dat ik de vraag niet kan zien. Dus als het kan, is het denk ik goed dat jij heel even in de chat kijkt voor de zekerheid. Oké, want ik zie bij de Q&A zie ik nu 3 vragen staan. Ja, en dat is Olivier de vraag of die er nu in zit. Ja, je zit erin, Olivier. Ik kreeg in de tussentijd ook een mailtje van Aniek dat ze er niet in komt, dat het programma zich afsluit. Nou, dat is lastig. Maar vervolgens heeft Olivier ook nog wel wat andere vragen gesteld. Dus je kunt de vragen via de chat stellen of via de Q&A. Dat is dan inderdaad ook question and answer. Ik zal even kort ingaan op de vragen die gesteld zijn. Van Olivier.
Eentje is eigenlijk van hoe die speelruimte zou je dan ook samen met kinderen ontworpen moeten worden. Ja, dat is eigenlijk wel een fantastisch uitgangspunt. Hè? Want, hoe wordt de speelruimte ontworpen? Ja, dat doet iemand achter een tekentafel. Zonder dat er eigenlijk kinderen bij komen kijken. Want dat toch ook een beetje het top-down niveau van ja, de ontwerper weet wel hoe het werkt en hoe het moet. En dat is dus niet alleen voor speelruimte, maar ook wel voor de openbare ruimte. Want we hebben met Tilburg een schoolschouw gedaan, waar we dus met kinderen van de basisschool door de wijken zijn gaan lopen. En zij mochten met thumbs up en thumbs down aangeven wat zij goed vinden en wat zij niet goed vinden. En dat was interessant, want je hebt wel eens van die driehoekjes op een trottoir. Die zijn eigenlijk gemaakt om te zorgen dat je niet kunt parkeren op die stoep. Die kinderen vonden dat fantastisch, want daar konden ze op springen en daar konden ze op klimmen en spelen. Terwijl het een lelijk betonnen ding is. Mijn kinderen beleven dat gewoon heel anders. Hè? Het dingetje waar zij in kunnen hangen en klimmen, vinden zij al leuk. Dat is een positief effect, zonder dat dat die functie heeft. Dus kinderen willen gewoon spelen. Alleen is de openbare ruimte daar totaal niet op ingericht. En als je daar kinderen bij betrekt, zou dat heel interessant zijn. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de opleiding Urban Design. Jullie zijn nu derdejaars designers. Volgens mij hebben jullie nog nooit vanuit dat oogpunt gekeken naar van hoe ziet zo'n ruimte eruit. Hè? Dus het is wel heel interessant om dat eens een keer in je achterhoofd te houden. Van prima hoe ik het hier heb ontworpen, maar wat kan een kind hier? Hè? En dan als je dan nadenkt dat de boodschap van Metamorphosis ook is een ruimte, een openbare ruimte die ingericht is voor kinderen, die is ook prettig voor alle andere doelgroepen en leeftijden. Hè? Een veilige en plezierige ruimte voor kinderen is ook plezierig voor jullie, voor mij en is gewoon aangenaam. Hè? Dus daar zit heel veel ruimte in, alleen zie je dat het weinig gebeurt. En dat is een linkje met het verhaal van Henk, hè? Dus wat we maandagochtend gehoord of dinsdagochtend gehoord hebben, is ook over het participatieverhaal en doelgroep. Een kind is ook een onderdeel van de doelgroep voor de openbare ruimte. En vaak worden dan strakke parkjes en strakke bankjes georganiseerd en getekend en mooie groenpartijen. Ja, kun je daarmee spelen? Nee, eigenlijk moet iedereen daarvan afblijven, want dan worden die planten uit die bak gehaald en blijft er niks van over. Dus je moet een andere manier van nadenken over je ontwerp en dit zou daar echt wel een goede aanvulling op kunnen zijn. Nou, Olivier heeft ook een vervolgvraag daarop gesteld. Ja, en dat is dan ook de vraag aan jullie meteen, van hoe kunnen we zorgen dat autoparkeren minder ruimte nodig heeft? En dat is denk ik wel een van de grote transities, is anders nadenken over die openbare ruimte en anders nadenken over het autogebruik. Als het goed is, en dat hopen we dan, is jullie generatie en ook de generaties die er nog aankomen, veel minder gericht op autobezit. Tegenwoordig kun je met de druk op een knop van je telefoon kun je een auto leasen of huren. Hè? Of je kunt een auto delen, van alles is er mogelijk. Dat is nieuw. Dat zijn ontwikkelingen die er gewoon zijn, maar eigenlijk ook nog een beetje in de kinderschoenen staan. En dat gaat steeds meer onderdeel vormen van ons dagelijks zijn. Hè? We hebben nu hier in Breda die deelscooters. Nou, dat is leuk nu allemaal een beetje gimmick, maar als die er straks zijn, is dat gewoon een aanvulling op de modaliteiten die beschikbaar zijn in de stad. Dus dan kun je kiezen van, nee, ik heb geen deelauto nodig, ik pak de deelscooter. En waarom zou je dan een auto hebben? Want hier in Breda kun je met de scooter over naartoe. Als het regent, pak je de bus. Maar die scooter is wel een aanvulling. En misschien heb je dan inderdaad geen auto nodig. En mocht je een keer een auto nodig hebben, omdat je moet verhuizen of weet ik veel wat, nou, dan kun je hem altijd nog huren. Of van je buurman lenen die er ook eentje heeft staan. Dus dat die transitie in denken en in bezit is denk ik een hele interessante. En daar staan we pas aan de vooravond van. Dat begint en dat wordt alleen maar groter. Dus ik hoop dat dat heel veel effect heeft. Omdat je dan gewoon met een hele straat heb je niet meer zoveel parkeerplaatsen nodig. Je kunt met veel minder parkeerplaatsen. En met een goed deelsysteem kun je veel meer bereiken. Dat betekent dat je minder auto's nodig hebt. Dus ook minder ruimte. En dat is dan aan de ene kant een hele deel, sharing, deeleconomie.
Andere ontwikkelingen zijn natuurlijk de zelfrijdende auto en dat soort zaken. En als je dat allemaal koppelt, ook meer duurzame auto's natuurlijk, hè, dat zijn elektrische auto's. En als je die drie elementen van veranderende mobiliteit eigenlijk koppelt, ja, dan gaat dat echt wel impact hebben op die openbare ruimte. Dus dan jullie ook de opgave van, oké, hoe gaat dat er dan uitzien? Hè? Leuk dat die auto dadelijk weg is, of voor een deel, hij zal er altijd blijven zijn. Maar wat ga je dan met die andere ruimte doen? Mooi voorbeeld daarvan is de Vestdijk in Eindhoven. Altijd gewoon een drukke straat geweest voor autoverkeer. Twee richtingen. Heel erg gericht op midden door het centrum gewoon bereikbaar kunnen zijn voor auto's. Daar hebben ze nu heel stevig op ingezet. Van we zorgen dat dat gewoon een inrichtingsverkeer is. Er is wel nog een dedicated busbaan. Dus die bus kan daar wel doorheen. Zodat het openbaar vervoer eigenlijk prioriteit heeft. Maar er is maar één richting voor de auto. En de rest is een soort fietsboulevard. Hè, waardoor de rest van de stad gekoppeld is aan het station. Heel veel groen, waardoor het ook weer meehelpt in de hele duurzaamheidsopgave, klimaatadaptatie, vergroening, ontgrijzing, dat soort zaken. Dus je ziet dat er nagedacht wordt, maar dat is nog op kleine schaal, dat is op straatniveau, maar daar begint het ook. Hè. Je moet ergens een start maken en dat toch door die ruimte van de auto weg te halen, in te vullen met andere opgaves die spelen. Dus dat is een opgave waar jullie eigenlijk allemaal midden invallen als jullie straks groot zijn en aan het werk zijn. Ik hoop dat je vraag beantwoordt, Olivier. Ik heb nog een vraag binnen van Mees. Ik werk nu is 3 jaar eigenlijk, is bijna afgerond. Uiteindelijk bereikt is bij deze steden, is dat deze steden nu echt deze ideeën ook gewoon structureel en formeel in hun beleid hebben opgenomen. En dat wij laten zien aan andere steden buiten het consortium dat dit mogelijk is. Dat dit gewoon een belangrijk aandachtspunt is. En dus dat er ruimte is voor die openbare ruimte aan te pakken en die auto op een andere manier een plek te geven. En dat ook activiteiten, zoals als een school een straat wil afsluiten, dat daar ruimte voor is. Hè? Dat er niet gelijk wordt gezegd vanuit een overheid van nee, dat kan niet. Maar dat ze gaan kijken van oké, hoe gaan we dit mogelijk maken? Dus dat is een andere mindset en dat hoort deels bij de overheid, hè, die natuurlijk lead is van veel van dit soort aspecten. Maar aan de andere kant zit ook de awareness en de betrokkenheid vanuit de ouders, hè, en de mensen die in de omgeving wonen. Die zien dat het anders kan en die worden bewust gemaakt van hun keuzes voor de mobiliteit. Nou, Luc heeft nog aanvulling. Veel talen tijdelijke oplossingen ingrepen. Is er ook wel iets permanents uitgekomen naast die parkeerplekken? Ja, dat zijn dus echt gewoon die structurele ingrepen. Hè, waarin Eindhoven dat heeft gedaan voor bijvoorbeeld de Vestdijk. Is Tilburg dat aan het doen voor een heel Tilburg Veilig naar School campagne. Waarin eigenlijk alle scholen binnen de stad zoveel mogelijk betrokken worden. Om een verkeersveilige situatie te creëren rondom hun scholen. Omdat dat de plek is waar kinderen samenkomen, waar ouders samenkomen, maar die in het algemeen ingericht zijn als parkeerplekken. Dus je gaat nadenken van oké, hoe kunnen we die ruimte dan benutten? Hè? Hoe kun je dat speelveld en dat speelterrein eigenlijk verder trekken dan alleen maar de locatie bij school? Hè? Hoe kun je de publieke ruimte daar ook bij betrekken? En dat is iets wat echt wel uitgekomen permanent is, hè? De bewustwording daarvan bij een overheid. En de vertaling in beleidsstukken. Dus in een omgevingsvisie, maar ook in de SUMS, de Sustainable Urban Mobility Plan. Wat gewoon een mooi woord is voor een nieuw mobiliteitsplan, maar wat verder gaat dan alleen maar de standaard verkeerstechnische ingrepen. Dus dat gaat ook nadenken over wat je kunt en waar je naartoe wilt met dit soort ingrepen. Ja. Ik kijk even, ook de chat is verder nog niet. Ik heb de Q&A heb ik nu eigenlijk doorlopen. Zijn er nog aanvullende vragen die jullie hier aan hebben? Die nu naar voren zijn gekomen, kunnen jullie ze nu nog stellen. Wat ik interessant vind is van de Metamorfosis project, is dat je ziet dat wij in Nederland vrij ver al zijn met hierover nadenken. We zitten aan de ene kant met participatie. Kan natuurlijk altijd beter, maar we praten al met mensen. We zijn ook altijd vrij open daarin. Maar er zit wel, er is nog heel veel ruimte. Hè? Er is ook, wat je ziet, hè, wat Oliver zegt, schokkend, die cijfers van het autogebruik. Hè? En een ander cijfertje is dat een auto gemiddeld 95% van een dag, van 24 uur, stilstaat.
Dat betekent gewoon dat je dat ding eigenlijk gewoon amper gebruikt. Hè? Dus die auto die heeft wel een hele prominente plek. Maar is dat nodig? Ja, dat zijn vraagstukken die heel interessant zijn. En we hopen dat we met dit project in ieder geval een basis kunnen leggen. En we hebben hier best wel veel terugkoppeling gegeven, ook aan de studenten en dergelijke, bij te betrekken. Deze webinars moeten er ook bij helpen om gewoon bewustwording te hebben, dat je anders na kunt denken over die openbare ruimte. Dat je anders na kunt denken over de plek van de auto. Natuurlijk moeten we niet de auto wegpesten, want die auto is er gewoon. Maar je kunt wel de ruimte beperken. Ze hoeven niet overal voorrang te hebben, maar gewoon in smalle rijstrook waar je 30 km per uur mag, is misschien al voldoende. Ja? Eén groep is nu bezig met het thema binnen de integrale opgave om zich te richten op autogebruik ook in Breda. Hè? Breda is echt een autostad, hè? VVD, die auto moet overbij komen, want anders is het allemaal niet rendabel. Waarom moet die auto zo'n prominente plek hebben? En die singles, allemaal twee richtingen, breed profiel, die eigenlijk bijna helemaal in het teken staat van de auto. En nog staat het iedere ochtend en iedere middag vast. Nou, is dat dan de oplossing? Nou, ik denk dat je met hele slimme dingen, zoals gewoon een goed circulatieplan, goede inrichtingsverkeer, dat je daar best wel stappen kunt maken. En dat je gewoon ruimte kunt creëren voor andere functies. Geef die fiets daar maar meer ruimte. Hè? Maak gewoon brede fietsboulevards. Veel ruimte voor groen. Vul het in met andere functies. Ontmoetingsplekken op cruciale punten. Dan krijg je al een heel ander stadsbeeld dan dat je nu hebt eigenlijk. Maar ja, dat is iets wat je vanuit een overheid, hè, top-down, kunt organiseren. Door dat in je visie te nemen en ambitie te creëren. Aan de andere kant is dat je ook bij die autogebruiker aan moet kloppen en een beroep moet doen op hun betrokkenheid en een beleving van hoe ze dat gebruiken. Want ik breng mijn kind naar school met de auto omdat het niet veilig is. Ja, nee, dat komt omdat jij met die auto komt, dan creëer je geen veilige situatie. Dus dat is een beetje een kip-ei verhaal, maar dat begint wel bij bewustwording. Ja, ik heb even een tijd. We zijn nu 40 minuten bezig. Ik heb in ieder geval wat goede vragen langs zien komen. Ik hoop dat het in ieder geval even een beeld heeft gekregen van een van de projecten waar wij als BUAS mee bezig zijn. We doen het met een aantal collega's, waaronder Hidde Westerwelen en Nick van Apeldoorn. Veel met Tilburg werken we hierin samen. Daar hebben ook veel mensen stage gelopen. We hebben in totaal 11 stagiaires gehad de afgelopen 3 jaar. Studenten die mee hebben geholpen. Mees heeft nog eens een vrije studieruimte ons geholpen met allerlei activiteiten. Zo proberen we eigenlijk ook die boodschap van metamorfose in het onderwijs te laten landen. En dit soort projecten zijn voor ons wel heel belangrijk, omdat we dan gewoon echt ook voeling met de praktijk houden. En ook aan de buitenwereld kunnen laten zien wat ons allemaal bezighoudt. Hè. Wij kunnen, denk ik, zeker in samenwerking met onze studenten heel veel interessante dingen doen. Dus wij zijn zeker ook bezig om nieuwe projecten op te starten. En volgens mij hebben wij een hele berg projecten die nu lopen. En dat is ook interessant voor studenten om daar inbreng op te leveren. Ja, dus bedankt voor jullie aandacht in ieder geval. Ik vond het leuk om dit te doen en om deze boodschap met jullie te delen. Ik hoop dat jullie er in ieder geval iets van opgestoken hebben. En dan, als er geen verdere vragen zijn, dan wens ik jullie eigenlijk een hele fijne middag en tot ziens. Ja, daar komt nog wat binnen op de chat. Even kijken wat daar nog eruit komt. Bedankt, fijne middag. Nou goed zo, Olivier, dankjewel. Jullie allemaal bedankt. Hè. Hidde, ook bedankt dat je even in kon vliegen op zo'n korte termijn. Dan zie je dat toch met studenten wat overzichtelijker is om het te modereren. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie toch iets van opgestoken hebben. Ja, dankjewel.